14 jaar en je wil gewoon lekker je eigen ding doen. Maar je ouders denken daar heel anders over. Je zit zeker weer op je telefoon. Leg maar weg. Maar dan ontmoet je een leuke jongen. Hé, lieverd. Oké, hij is iets ouder dan jij. Oké, ik ben misschien een beetje ouder dan jij. Maar dat geeft niks, toch? Jij doet je toch ook ouder voor dan je bent? Jij bent zelf ook geen 16, toch? Dat vind ik helemaal niet erg. Hij is wel heel lief voor je. Hij begrijpt je. Ik begrijp het. Hij weet waar jij mee zit. Je bent geen kind meer, Myrthe. Je bent een vrouw. Ik heb de hele dag naar jou verlangd. Jullie worden verliefd op elkaar. Het is wel een online verliefdheid, want je hebt elkaar nooit in echt gezien. Maar dat geeft niks, toch? En op zijn aandringen ga je voor de camera steeds een beetje verder met jezelf laten zien. Je houdt toch van me? Ik hou toch van jou? Dat hoort er wel een beetje bij. Maar Myrthe, als je dat niet doet, dat geeft niks. Ik begrijp het wel. Als je er niet aan toe bent, moet je dat niet doen. Maar ja, misschien moet ik dan toch wat van die beelden aan mijn vrienden laten zien. Ik moet toch iets. Dit boek is fictie. Dat betekent dat alles wat in het boek staat verzonnen is. Maar het is wel realistische fictie. Dat wil zeggen dat het zomaar echt gebeurd zou kunnen zijn. Myrthe is niet dom, echt niet. Maar soms is het gewoon heel moeilijk om te weten wat goed is en wat niet goed is. Wat is nou de werkelijkheid? Dit wat Myrthe gebeurt, zou jou ook kunnen gebeuren. Lees het in #selfie van Kaya Kazimier.